huizenproject van Spien is voor de echt de arme mensen die helemaal aan de grond zitten. Slechte huisvesting hebben, met kinderen zitten, maar ook soms oudere mensen die een ander huis nodig hebben, want dat is toch de eerste levensbehoefte. We komen zulke schrijnende situaties tegen. Mensen die of helemaal geen huis hebben of bij een familie inwonen omdat hun huisje kapot is gegaan, ook door de overstromingen vaak. Het gebeurt ook vaak dat mensen arm worden, ook door dat ze ziek worden en ook veel medicijnen nodig hebben. Die medicijnen zijn heel duur, ook vaak helpen ze nog niet. Maar mensen lenen heel veel dan geld en daardoor komen ze in de armoede. We kunnen dan bieden aan een wat groter gezin een huis wat ongeveer 20 vierkante meter is. En dat wordt voor eigenlijk bestemd voor een gezin. En we hebben een kleiner huisje laten ontwikkelen en dat is 12 vierkante meter en dat is eigenlijk voor 1 à 2 personen. Ja, die mensen die fleuren daar helemaal van op. Hè. Een eigen plek onder de zon, zeggen wij wel eens, is toch de eerste levensbehoefte voor iedereen. Om als je op het veld bent en je komt weer terug en je komt in een oud krot, weer, of je komt in zo'n huisje, dat maakt een enorm verschil. Een groter huis kost ongeveer $1,500, zeg maar €1,350. En een kleiner huis kost $950, €875. Ja, we hebben een heleboel betrokken donateurs die graag geven aan mensen die het minder hebben dan zij. We hebben veel mensen in onze achterban die weten wat we doen en daarom ook, hun geld doneren aan de arme mensen hier. We hebben dit jaar 80 huizen gebouwd. Volgend jaar gaan we er 110 bouwen. En in het verleden, we hebben al meer dan 1000 huizen kunnen bouwen.